Wij lezen Gods heilige en onfeilbaar woord in Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten en als een wortel uit een dorre aarde. Hij had geen gedaante noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een ieder was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten, die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God, geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons een ieder naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aanzet van zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken is een dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Om de arbeid zijner ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige vele rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem een deel geven van vele en er zal de machtige als een roof delen, omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood en met overtreders is geteld geweest en hij vele zonden gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover. Met Gods hulp wil we vanmorgen elkaar stilstaan bij het vijfde vers van Jesaja 53. Het vijfde vers, het middelste gedeelte. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Tot zover. Gemeente, we weten dat in de nacht waarin de Heer Jezus geboren werd, de engelen daar hebben gezongen in de velden van Efrata. En wat hebben ze gezongen? Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. In mensen een welbehagen. Dat kind van Bethlehem was gekomen om vrede te brengen op aarde. Daar is in de kerstnacht al van gezongen. Dat was het grote doel van zijn komst. Om vrede te brengen op aarde. Zo was hij trouwens ook al aangekondigd in het Oude Testament. De kinderen kennen wel die bekende adventstekst, want een kind is ons geboren
En de Zoon is ons gegeven, de heerschappij is op zijn schouders. En dan komen die namen, wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid. Vredevorst, vredevorst, koning van de vrede. Een verklaarder zei, hij had ook genoemd kunnen worden koning der heiligheid. Koning der gerechtigheid. Koning der barmhartigheid, of vul maar in. Maar nou wordt hij juist uitdrukkelijk genoemd koning van de vrede. Vredevorst. Daar valt blijkbaar toch wel een accent op. Dat is wat die koning vooral typeert. Natuurlijk ook bracht hij gerechtigheid en was zijn koning vol barmhartigheid. Maar dit is blijkbaar wat die koning vooral typeert. Hij kwam om vrede te brengen op aarde. U weet, in het Oude Testament, dat woord vrede, hè, daar staat er shalom. En dat woord shalom, vrede, heeft in het Oude Testament een hele brede betekenis. Het betekent niet dat er niet alleen maar dat er geen ruzie is, en dat er geen strijd is, en dat er geen oorlog is. Shalom, vrede, betekent veel meer dan alleen maar geen oorlog. Om een voorbeeld te gebruiken, denk aan een huwelijk. Een goed huwelijk, dat is toch wel meer dan alleen van, ja, dan maak je geen ruzie met elkaar. Als dat alles was, wat een goed huwelijk typeert, je maakt geen ruzie met elkaar, dat zou toch wel heel armzalig zijn, hè? Als dat alles is wat een goed huwelijk inhoudt, we maken geen ruzie. Een goed huwelijk, dat is natuurlijk veel meer dan dat. Een goed huwelijk, dat is liefde, harmonie, eensgezindheid, elkaar tot hulp en steun zijn. Genieten van elkaars nabijheid. Dat is allemaal typerend voor een goed huwelijk. Dat is nou die vrede. Dat is nou die shalom, die harmonie. En zo was het in het paradijs. Daar was werkelijk die oudtestamentische vrede. In die rijke, brede betekenis van het woord. Adam wandelde daar met God. Daar was volmaakte harmonie. Vrede. Liefde. Eensgezindheid. Daar was geen vrees dus voor Adam, voor God. Daar was geen afstand. Maar daar was alleen maar vreugde in elkaars nabijheid. In het paradijs. Daar was werkelijk vrede. Maar we weten allemaal, door onze val, zijn we die paradijsvrede kwijtgeraakt. Wat was het eerste wat er gebeurde toen Adam en Eva hadden gezondigd? Er staat er, en Adam vreesde. In één slag de vrede weg. En gelijk ook die omgang met God weg, hè. In één keer. Niet meer wandelen met God, maar er kwam een scheiding. Adam buiten het paradijs. God oneindig ver weg. Geen liefde meer, maar angst en vrees. Niet meer delen in Gods gunst en in Gods liefde. Maar daar kwam Gods toorn. Gods oordeel. Een engel met een vlammend wraakzwaard die de toegang tot God versperde. Sinds de zondeval geen vrede meer. Maar kinderen des torens, zoals Paulus het zo aangrijpend schrijft. Een ontzaglijke werkelijkheid, die toren. Gemeente, als de Heer je hart gaat werken, dan blijft dat geen klank, maar dan wordt dat een werkelijkheid. Dan voel je die rechtvaardige toorn van God. Vanwege mijn zonde, mijn verkeerdheid, mijn schuld.
Dan heb je geen rust meer. Als die toren wakker wordt, dan heb je geen vrede meer. Psalm 38. Rust noch vrede wordt gevonden om mijn zonde. Een geweldige onvrede en een geweldige onrust. Hoe krijg ik weer vrede met God? Kijk, dan gaat die vraag leven, hè? Zolang die onvrede als het ware voor ons geen werkelijkheid is, gaan we ook niet vragen naar vrede. Maar als wij gaan zien die afstand tussen God en mij en die toren waar ik onder moet vergaan, hoe krijg ik weer vrede met God? Dat is toch de belangrijkste vraag in ons leven. Ik hoop dat het ons ook allemaal bezighoudt. Hoe krijg ik vrede met God? Hoe kom ik weer terug bij God? Hoe kan ik weer delen in Gods gunst? En hoe wordt de Heer weer een God niet van ver, maar een God van nabij? Gemeente, zijn er vragen die ons bezighouden. Die ons op de knieën brengen. Met al je onrust. En met al je onvrede. Hoe krijg ik vrede met God? Nou, daar geeft nou Jesaja 53 een antwoord op. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Daarvoor is Christus gekomen. Om te doen wat voor ons onmogelijk is. Die straf, dat eeuwige oordeel, die vloek op zich genomen. Zoals Paulus het schrijft, Colossenzen 1 vers 20. En dat hij, daar bedoelt hij de Vader mee, dat hij door hem, dat is Christus, dus dat de Vader door zijn Zoon vrede gemaakt heeft. Hoe? Door het bloed van het kruis. Door zijn bloed te vergieten tot een volkomen verzoening voor alle zonden, heeft Christus weer de weg gebaand en de toegang weer geopend tot God. Dat wij weer vrede kunnen hebben met God. Weer met hem mogen leven. En hem met hem mogen wandelen. Ons weer mogen verheugen in zijn gunst en in zijn nabijheid. Geen vrees meer voor God. Maar een vreugde en een stille verheuging. In God. De tekst van vanmorgen. Van Jesaja 53. Mogen wij lezen. Als een belofte. Je zou kunnen zeggen als een vredesaanbod. Zoals preken. Ook eigenlijk niks anders is dan een vredesaanbod doen. Zo zou je preek kunnen omschrijven. Wat hier vanmorgen gebeurt. Ik sta hier niet zomaar wat uitleg te geven over wat het allemaal betekent. Preken is meer dan alleen maar uitleg geven. Preken is ook, naast veel andere dingen, een vredesaanbod overhandigen. Efeze 2, vers 17. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Dus dat is preken. Evangelieverkondiging, zegt Paulus, is vredeverkondiging. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. U die verre waart en u die nabij waart. Een vredesaanbod. Allereerst aan zijn volk Israël, die nabij hem waren, zijn volk. Maar niet alleen maar aan zijn eigen volk Israël, ook die verre waren. Daar bedoelt hij ook die heidenen mee.
Die vrede strekt zich maar niet uit tot een beperkte kring. Maar die vrede strekt zich uit in heel de wereld. Een vredesaanbod. Door het evangelie heeft hij vrede verkondigd. Aan mensen ver weg en dichtbij. Ja, gemeente, als je daarover nadenkt. Het klinkt allemaal zo bekend en zo vertrouwd. Maar wat hier vanmorgen gebeurt, een vredesaanbod. Was toch niet te geloven dat die gekrenkte, beledigde koning vanmorgen opstandelingen, rebellen, want dat zijn wij sinds het paradijs. Geen vrienden, maar mensen die in verzet leven. En hoe zoekt die koning nou zulke mensen op? Nou, je zou zeggen met straf en met oordeel, dat hebben ze verdiend, die opstandelingen, die vijanden. Maar nou zoekt hij rebellen en vijanden op met een vredesaanbod. Dat is toch niet te geloven? Hij komt niet met straf en wraak. Maar hij heeft, en vanmorgen laat hij vrede verkondigen door het evangelie aan mensen die in opstand en verzet leven. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd. Niet alleen maar mensen dichtbij, maar ook die verre waren. Ja, daar worden de heidenen mee bedoeld, maar zo kan het ook voor je gevoel zijn, hè? Juist als de Heer in je hart gaat werken, dan kom je er pas achter wat een geweldige, onuitsprekelijke afstand en scheiding er is tussen God en mijn ziel, zo ver weg. Psalm 63, een dor en dorstig land, zo ver bij God vandaan en van God verlaten. Maar nou zoekt hij zulke op. Afgedwaalde, verlorenen, verkeerde, die uit zichzelf niet naar hem vragen. En die uit zichzelf naar hem niet zoeken. De Joden vroegen niet naar hem. En die mensen in Efeze aan wie Paulus schreef hadden niet naar God gevraagd. Maar hij komt ongevraagd en ongezocht. En hij laat door het evangelie vrede verkondigen. Het gaat niet van ons uit. Maar van hem uit. Inderdaad wordt het wel genoemd een eenzijdig godswerk. En dat kan ook wel eens een uitgesleten uitdrukking zijn. Maar het is zo waar. Het is zo waar, eenzijdig, van zijn kant en van zijn kant alleen. Als dat ook niet waar was, hè? Als dat ook niet waar was. Er is zo'n troost in dat het een eenzijdig godswerk is. Dat is wel zo'n evangelie-uitdrukking. Want als het tweezijdig zou moeten zijn, ja, dan was het verloren, hè? Maar van mijn kant nooit. Maar nou is het een eenzijdig godswerk. Hij laat vrede verkondigen aan vijanden. Hij wil het weer zo graag goed hebben tussen hem en ons. Wil je het ook? Wil je het ook? Preek ik nou vanmorgen over dingen die je bezighouden? Ook jonge mensen, hè? Toen ik vanmorgen naar de kerk kwam, zag ik zo ook wat van die jongeren. Ik denk van, ja, hoe zitten die vanmorgen in zo'n avondmaalsdienst? Zijn die nou jongeren die daar ook zo mee zitten? Ik zou zo graag weer vrede willen hebben met God. Heren, hoe komt het nou weer goed tussen u en mij? Ik hoor van vrede. Heren, ik weet niet wat dat is. Maar kom nou ook mij opzoeken. En wil ook nog die vrede ook in mijn hart geven en werken. Hij laat vrede verkondigen. Hij wil niet leven met die scheiding. Maar hij wil zondaren weer bij zich hebben. Hij wil hem weer doen delen in zijn gunst en in zijn gemeenschap. Daar had God alles voor over. Daar had hij zijn zoon voor over. Want het is niet zomaar vrede. Het is niet zomaar vrede, dan moest er wel wat recht gezet worden. Daarvoor moest de Zoon van God uit de hemel neerdalen.
om vrede te maken door het bloed van het kruis. Daar had de Vader de Zoon voor over. En daar had de Zoon zijn leven voor over. Als we lezen die laatste hoofdstuk van het evangelie, dat ons ontzaglijke lijden, hoe Christus daar geleden en gestreden heeft in Gethsemane en aan het kruis. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar heeft hij die ondraaglijke toorn van zijn Vader gedragen. Gemeente, het is niet te bevatten. Vanmorgen worden we eraan herinnerd. Die tekenen van vrede. Maar wat hebben die hem alles gekost? Wat zijn de dure tekenen? Hij is daarvoor nedergedaald ter helle. Om helwaardigen op te halen. Om vrede te maken met God. Voor een ieder die met al zijn zonden en met al zijn nood en met al zijn dood, juist in de week van voorbereiding, als je ermee bezig bent geweest en je zou zo graag in een goede gestalte willen zijn en je zou zo graag wat willen hebben en zo graag wat willen voelen en misschien ben je vanmorgen naar de kerk gekomen zo arm en zo leeg en zo moedeloos. Je zou het zo graag anders willen hebben. Maar Heer, ik zit zo vast. Hij zegt, kom tot mij. Hij is gekomen om het leven te verwerven. En om het uit te delen aan stervende zondaren. Wij belijden, zegt een avondmaalganger, dat wij midden in de dood liggen. En dat is heel wat, als je dat ook moet inleven. Maar het leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken. Die zichzelf niets meer hebben om op te steunen. Maar die nu alleen maar steunen op zijn offer en op zijn bloed. Pleit op uw offer. Ik werp me aan uw voet. Reinig, o heiland, mij gans door uw bloed. Die steunt op dat bloed van Christus alleen. Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Hebben vrede, heb je het? Hebben vrede bij God. Door onze Heere Jezus Christus. Alleen maar steunen. In al onze verlorenheid, op dat bloed dat reinigt van alle zonden. Hoe groot onze schuld en hoe groot onze nood ook is. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven. Hoeveel het zij, en het is veel hè. Ik hoop dat daar je ogen voor open zijn gegaan. Zoveel. Dat is niet te zeggen. Maar hoeveel het zij. Genadig wil vergeven. Vrede maken. Dat is vergeven. Vrede maken. Uw krank heen. Kent. Die onrust. Die onvrede. Uw krank heen kent. En liefderijk. Het is wat. Is hij zo? En dat voor vijanden, niet voor vrienden. Uw krank en kent en liefderijk. Geneest en die van het verderf. Uw leven wil verschonen, hij heeft je er niet voor over. Dat wil hij ook vanmorgen bevestigen. Maar terwijl je het hoort... zit de duivel niet stil. En zit het ongeloof niet stil. Juist de avondmaal, het is ook niet niks. Het is een heilig avondmaal. Laten we dat ook bedenken.
Ja, zou dat wel voor mij kunnen? Hoor ik daar wel? Mijn hart nog zo vaak ongelovig. En nog vaak zo aardsgezind. Juist in de week van voorbereiding kun je zo vastlopen met jezelf. Een fariseer heeft daar geen last van. Die geeft zichzelf een goed cijfer. Maar vanmorgen worden ook geen fariseers verwacht die zichzelf een goed cijfer geven. Maar vanmorgen worden hier zondaren verwacht, maar die in al hun armoede en verlorenheid alleen maar kunnen steunen op vrije genade alleen. Die zo naar die vrede verlangen, naar meer vastigheid, meer zekerheid, meer hoop, meer liefde, meer vrijmoedigheid, meer vruchtbaarheid. Heren, ik ben één groot leeg vat. Ik heb aan alles tekort en aan alles gebrek. Maar dit eenvoudige brood en het eenvoudige teugje wijn, daar zit zo'n zegen in als de Heer met zijn geest het leven te krachtig maakt. Mijn ziel zal nieuwe kracht ontvangen. Diezelfde Psalm 63. Verzadigd alles met vet en smeer. Het beste. Dan is het zo goed. En daarom vanmorgen. Deze ontvangt zondaren. En eet met hen. Die niet meer zonder hem kunnen. En die nergens anders op hopen. Dan op hem alleen. Omdat ze erachter komen, uit u geen vrucht. In der eeuwigheid, een bittere waarheid. Juist als je het zo graag anders zou zien. Heer, mijn onvruchtbaarheid. Maar hij zegt, uw vrucht is uit mij gevonden. Uw vrede in mij. Uw leven. In mij. Zoek je vanmorgen vrede. Hij zegt, kom tot mij. Vertrouw je aan mij toe. Ik heb de prijs willen betalen. Ik heb de straf willen dragen. Mijn vrede bied ik u aan. Dat hebben we gehoord, wat Paulus schrijft. Hij heeft door het evangelie vrede verkondigd, aangeboden. Maar hij weet dat dat zo'n strijd is. De boze van buiten, het ongeloof van binnen. En daarom de sacramenten. Daarbij gegeven. Tot versterking. Als zichtbare tekenen. Dat wij hem echt op zijn woord mogen vertrouwen. Zou het echt weer vrede zijn met God? Ja, kijk maar. Dat verbroken lichaam is het bewijs. Zou het echt vrede zijn met God? Ja, kijk maar naar dat vergoten bloed. Hij heeft de prijs betaald en de straf gedragen. Dit zijn de zichtbare bewijzen. Voor wie zo twijfelt en aangevocht is, dat het weer vrede is met God. Gij vindt in gunst en niet in wraak. Uw lust, de hitte van uw gramschap is geblust. Daar, op Golgotha, plaats van gericht, maar ook plaats van vrede. In en door Christus. Hij, zegt Paulus, is onze vrede. Hij geeft die vrede niet alleen. Hij is het zelf. Zoek je vrede. Zoek het dan niet in iets of waar of wat dan ook, maar zoek het bij hem. Hij is onze vrede. En nergens anders is er vrede te vinden dan bij hem en bij hem alleen. Aan deze tafel deelt hij de bewijsstukken van zijn vrede uit.
opdat wij niet zouden twijfelen, maar het vast zouden mogen geloven. Het is volbracht. Het is weer vrede. Ik mag me aan die vredevorst als een arme zondaar overgeven en toevertrouwen. O vredevorst, gij kunt gebieden. De vrede op aarde en in mijn ziel. Amen.